Dirk van der Molen van Van der Molen en Baarsma Quality Beds is het weer gelukt om de landelijke media te bereiken. Speciaal voor de huwelijksnacht van boer Jan liet hij een bokspring met pompenbladen maken. Boer Jan en bruid Paulien mochten een nachtje proefslapen in Hotel de Vigilante in Makkum. Het gelukkige paar stond prachtig op de foto in de Telegraaf. Maar toen de mannen van Van der Molen het bed wilden ophalen, bleek dat anderen hem voor waren geweest. En prompt stond het bed zondag opnieuw in de Telegraaf. Voorlopig gaat Dirk ervan uit dat het een ludieke actie is, een oudejaarsstunt of iets dergelijks. Hij hoopt dat de huwelijksponde snel terug wordt gevonden. Want wat doe je als een huwelijksnacht wordt bedreigd? Dirk, vertel nou eens eerlijk, waar heb je dat bed gelaten? Ik kan je eerlijk vertellen dat ik absoluut niet weet waar dat bed gebleven is. Het is een grote verrassing voor ons. En wij tasten behoorlijk in het duister. Want wij kunnen. Ik weet eigenlijk, ik heb zoveel mensen gevraagd, hè, waarvan ik dacht van nou, zou iemand toch een grap uitgehaald hebben? Zou die een geintje met me geflikt hebben? Maar ik ben er absoluut. Ik kan er niet uitkomen. Dus het blijft een vreemd verhaal. Hoe kwam je er nou achter? Nou, ik belde zaterdagochtend naar het hotel, de Vigilant in Makkum, met het verhaal van is het goed dat we het bed opkomen halen. Hè? Want het bed heeft daar een paar nachten gestaan. Hè? Boer Jan en Paulien hebben erop kunnen proefslapen. En we hadden zoiets van, nou, het bed kan nu alweer gehaald worden. Kunnen we verder met het tv-programma? Hè? Kunnen we het bed door Friesland laten rijden? Maar ik bel op en tot mijn grote verbazing krijg ik te horen dat je bed is toch al opgehaald. En ik zei, nou ja, niet dat ik weet. Dus ik heb intern geïnformeerd, is er iemand binnen het bedrijf die het bed opgehaald heeft? Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus toen had ik nog het idee van, nou, het hotel haalt een geintje met me uit. Hè? Die wilde me even op stang jagen, van nou, dat bed is weg. Maar toen hoorde ik de ernst in zijn stem van, joh, Dirk, ik sta hier op de hotelkamer. De nachtkastje staat nog, maar het hele bed, dat is niet meer. Dat is absoluut weggehaald. Nou, op die manier zijn wij erachter gekomen. Dus er zijn mensen geweest, die zijn de vrijdagavond daar geweest in een anonieme auto. Die hebben gevraagd, nou, we komen het Friese bed ophalen. Nou, er is een receptionist geweest, die heeft vol vertrouwen die sleutel gegeven. Van nou, het zal wel kloppen. En die mensen hebben gewoon hondsbrutaal, hebben die het bed van die hotelkamer gehaald. Dus eigenlijk moeten we ook een beetje een oproep doen van mensen die daar iets gezien hebben. Ja, mocht iemand iets gezien hebben, meld het alsjeblieft. En hoe dieper ik erover nadenk, hoe meer me het gevoel bekruipt van nou, zou het een plaatselijke oudejaarsstunt zijn? Maar ja, dat lijkt me toch iets te vroeg. Misschien een studentenvereniging die een stunt uit wil halen. Want het bed heeft natuurlijk vorige week in de Telegraaf gestaan, het Algemeen Dagblad. Het plaatje van dit bed, ja, is mensen wel bekend. Ze wisten dat het er stond in de Vigilante. Dus bij deze een oproep van, mocht iemand weten waar het bed is, meld het alstublieft. Want dan kunnen wij onze actie verder hervatten. Het is wel hondsbrutaal geweest, hè? Hondsbrutaal, ja. Dirk van der Molen geeft de dieven nog één dag de kans om het bed terug te brengen. Dinsdagmiddag doet hij aangifte van de diefstal bij de politie. Mocht ik dat bed morgen nou niet krijgen voor 12 uur, ik moet een beetje een deadline stellen, of dan zal ik toch misschien aangifte moeten doen. Hè? Want dus bij deze oproep van is het een grap geweest, breng het alsjeblieft terug. Want ja, wie weet waar zo'n bed opduikt in Nederland. Hè? Ik heb dat nu niet meer in de hand.